4. Voor een betere wereld Ons Europa laat eensgezind en met zelfvertrouwen haar stem in de wereld horen. In die wereld liggen de kansen op economische groei, banen en de kansen op een betere, duurzame en vreedzame wereld. We kiezen voor een internationaal georiënteerde Europese Unie, waarin gezamenlijk beleid onze economische positie versterkt en een rechtvaardige wereldorde dichterbij brengt. Een sterke stem van de EU in de wereld is niet alleen in ons eigen belang, het maakt het mogelijk om de universele waarden die we in de EU nastreven naar buiten toe uit te dragen. Door de opkomende economieën is de relatieve machtspositie van de EU in de wereld aan erosie onderhevig. Als landen ieder voor zich opereren in de wereld, hebben we een minder sterke positie dan als we als Europees machtsblok zouden opereren. Juist in tijden van bezuinigingen, zoals op ontwikkelingssamenwerking en defensie, is samenwerking een mast. Dat vraagt om een realistisch beleid, geworteld in onze idealen. Goed werk en eerlijke handel. Mensen moeten kunnen rondkomen van een baan en veilig hun werk kunnen doen, waar ook ter wereld. Goed werk is topprioriteit voor de P van de A. Export en internationaal ondernemerschap, ook het midden- en kleinbedrijf, dragen bij aan groei en zorgen zo voor banen. Nederland profiteert hiervan bovengemiddeld vanwege onze traditioneel sterke export en onze belangrijke doorvoerhavens. Het effect van een eerlijke handel op de wereldwijde armoedebestrijding mag niet onderschat worden. Sinds enige tijd woont meer dan de helft van de allerarmsten van de wereld in opkomende economieën. Juist voor hen is eerlijke handel van groot belang. De P van de A zet de komende jaren vol in op het versterken van onze economie en het creëren van werk door het sluiten van handelsverdragen met opkomende en geavanceerde economieën buiten de EU, mits en voor zover garanties worden ingebouwd om een race to the bottom, onder andere op sociaal, milieu en ontwikkelingsterrein, tegen te gaan. Handel mag echter niet ten koste van werknemers of mensenrechten gaan. Als daar vanuit ontwikkelingsoogpunt aanleiding toe is, moeten verdragen flexibel kunnen worden ingevuld, zodat bijvoorbeeld bepaalde producten buiten het verdrag kunnen vallen en ontwikkelingslanden meer tijd krijgen om hervormingen door te voeren. Ook worden er in de akkoorden bindende duurzaamheids- en mensenrechtenclausules opgenomen. Om eerlijke handel te bereiken is het essentieel dat de onderhandelingspositie van ontwikkelingslanden niet ondermijnd wordt. We zetten ons in voor meer transparantie van productieketens van Europese bedrijven en hun toeleveranciers, om uitbuiting van werknemers, in het bijzonder van kinderen, milieuvervuiling en grondstofmisbruik uit te bannen. De P van de A staat voor een scherpe en duidelijke jaarlijkse rapportageplicht voor grote Europese bedrijven. Er komt een centrale Europese toezichthouder die actief onderzoek doet naar misstanden en klachten behandelt. Bedrijven die over de schreef gaan kunnen rekenen op sancties of worden uitgesloten van Europese subsidies. Etiketten moeten laten zien in welk land een importproduct is gemaakt. Producten die in illegaal bezet gebied worden gemaakt, zoals de Palestijnse gebieden, dragen niet langer het label van het land verantwoordelijk voor de bezetting. Er komen strengere Europese exportcontroles op producten die ook voor militaire doelen geschikt zijn en door regimes kunnen worden gebruikt bij mensenrechtenschendingen. De EU steunt de dialoog tussen producenten, vakbonden, overheden en maatschappelijke organisaties. Als vakbondsrechten in het geding zijn, oefent de EU politieke druk uit, bijvoorbeeld door te dreigen met het intrekken van handelspreferenties. Een dergelijke stap wordt ook serieus overwogen bij andere grove schendingen van het recht van vrije meningsuiting, mensenrechten, vrijheid van godsdienst, aantasting van de rechten van homo's, lesbiennes en transgenders. De winning van sommige grondstoffen draagt bij aan conflicten. En gaat gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen. Hier moet een eind aan komen. De EU neemt gemeenschappelijk actie om certificatie van grondstoffen te realiseren, om ongecertificeerde grondstoffen te weren en om druk uit te oefenen op regimes, inclusief sancties, om mensenrechtenschendingen te stoppen. De EU versterkt de lokale bevolking in relevante mijnbouwgebieden door steun aan onderwijs. Gezondheidszorg en organisaties, vakbondsorganisaties. In de EU gevestigde of actieve bedrijven die in hun productieketen systematisch mensenrechten en/of internationale milieunormen schenden, moeten in hun thuisland voor de rechter kunnen worden gedaagd. Twee citaten uit een Europees debat. Eisen stellen aan de arbeidsomstandigheden van de arbeiders die de producten maken die wij importeren en consumeren in de EU. Labelen van importproducten met het land van herkomst, bijvoorbeeld bezette gebieden Israël en Palestina, en importproducten moeten voldoen aan zekere standaarden en basismensenrechten. Effectieve ontwikkelingssamenwerking. Armoedebestrijding is pas effectief als er tegelijkertijd ook gewerkt wordt aan andere zaken als eerlijke handel, vrede en duurzaamheid. Deze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensenrechten, een functionerende rechtsstaat en goed bestuur zijn daarbij ook van cruciaal belang. Alleen als de stem van de bevolking gehoord wordt en rechten gewaarborgd zijn, kan een rechtvaardige samenleving vorm krijgen. De 21ste eeuw vraagt om een Europese Unie die eensgezind optreedt en als internationale netwerken investeert in creatieve oplossingen en nieuwe partners. Op alle beleidsterreinen moet er meer samenhang in beleid tot stand worden gebracht. Zo voorkomen we dat we met de ene hand geven wat we met de andere hand wegnemen. De EU speelt een voortrekkersrol bij de vernieuwing van de Millennium Development Goals. Die aflopen in 2015. De nieuwe ontwikkelingsagenda stuurt aan op duidelijke en meetbare doelstellingen, waarbij meer dan nu de koppeling gemaakt wordt met mensenrechten, mondiale milieu-uitdagingen en vrede en veiligheid. De EU kan het verschil maken door een coördinerende rol op zich te nemen, zodat geld beter wordt besteed, overlap wordt voorkomen. En nationaal beleid en Europees beleid elkaar aanvullen en versterken. Op die manier is de toegevoegde waarde optimaal en wordt voorkomen dat de EU een 29e donor is naast de lidstaten. Binnen de EU blijft de inzet om tenminste 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe methoden van financiering kunnen zijn. Garantiestellingen en leningen gecombineerd met subsidies en giften van private donoren. Daarbij staan de belangen van ontwikkelingslanden en armoedebestrijding voorop. Door meer risicodragende financiering via de Europese investeringsbank worden nieuwe initiatieven van bedrijven en organisaties mogelijk gemaakt die bijdragen aan duurzame groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden. Samenhang in beleid rondom handel, voedsel, klimaat, energie en water is essentieel. Zo mogen de voedselzekerheid en inkomenspositie van boeren in ontwikkelingslanden niet worden verstoord door het Europese landbouw- en biobrandstoffenbeleid. De EU blijft armoedebestrijding vooral richten op de armste landen en de meest kwetsbare groepen, zoals vrouwen, minderheden, gehandicapten en kinderen. In middeninkomen landen die grote economische sprongen voorwaarts maken, moeten overheden meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor armoedebestrijding. Daar geeft de EU minder steun aan overheden en meer aan maatschappelijke organisaties om herverdeling van de nieuwe welvaart te stimuleren. Te stimuleren. Vrede, veiligheid en mensenrechten. Een veilige leefomgeving is de basis van een menswaardig bestaan. Vrede en veiligheid hebben niet alleen te maken met gewapende conflicten, maar juist ook met vrede bewaren of bestendigen door ontwikkeling, goed bestuur en functionerende rechtsstaten. Respect voor mensenrechten, de rechtsstaat en democratie vormen het fundament van menselijke waardigheid, vrijheid en ontwikkeling, en staan aan de basis van open, Eerlijke en stabiele samenlevingen overal ter wereld. De EU profileert zich daarom in veiligheidsvraagstukken door het 3D-principe in de praktijk te brengen: Defence, Development en Diplomacy. Door samen op te trekken in de wereld kan meer invloed worden uitgeoefend dan de lidstaten alleen. Onze fundamentele waarden klinken daarom altijd door in het Europees buitenlands beleid. Een miljard mensen en een derde van de allerarmste woont in fragiele staten. Zwakke instituties, armoede en conflicten maken de bevolking in deze landen bijzonder kwetsbaar. Prioriteiten van de EU zijn hier bescherming van burgers, bevordering van de rechtsstaat en conflictpreventie met daarbij een grotere betrokkenheid van vrouwen. Om de effectiviteit in de VN te vergroten, streeft de EU naar één Europese zetel in de Veiligheidsraad en dringt ze aan op het inperken van het veto-recht. Naast samenwerking met de traditionele partners, zoals VN, NAVO en OVSE, wordt meer verbinding gezocht met regionale partners, zoals de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de Europese normen en waarden. Met betrekking tot democratie, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Alle EU-verdragen met derde landen bevatten een mensenrechtenparagraaf, waarbij we ons nadrukkelijker inzetten voor erkenning en versterking van de rechten van kwetsbare groepen en individuen. Gaat het de verkeerde kant op, zoals in het geval van de anti-homo-wetgeving in Rusland, dan oefent de EU politieke druk uit. We steunen de opbouw van democratische instituties, maatschappelijke organisaties en politieke partijen in transitielanden. In de minst ontwikkelde landen zullen we onze diplomatieke mogelijkheden gebruiken om corruptie en het belang van goed bestuur bespreekbaar te maken. Daarbij maken we er ons in bilaterale contacten sterk voor dat overheden zelf een substantieel deel van de overheidstaken uitvoeren. Om te voorkomen dat buitenlandse donoren de rol van de overheid in landen uitvoeren. Verregaande samenwerking op defensiegebied moet leiden tot een logische taakverdeling en specialisatie van landen in taken waar ze goed in zijn. Dit krijgt vorm door zowel een bottom-up samenwerking in regionale clusters als een top-down benadering. Europese coördinatie om de strategische capaciteit van de lidstaten en Europa als geheel te bewaken. De EU krijgt een permanent beschikbare civiel-militaire troepenmacht met een goed uitgerust hoofdkwartier om snel en efficiënt operaties te plannen en uit te voeren. Militair ingrijpen kan alleen plaatsvinden met een adequate internationale rechtsgrondslag. De EU zet zich actief in voor de wereldwijde uitbanning van kernwapens, de ontwikkeling en gebruik van chemische wapens, clustermunitie en landmijnen, en neemt een voortrekkersrol in om nieuwe bedreigingen zoals digitale oorlogsvoering en biologische wapens te bestrijden. De EU dringt aan op onderhandelingen over een wereldwijd verbod op kernwapens. De EU bepleit terugtrekking van de resterende Amerikaanse kernwapens uit Europa en poogt tevens het regime van het Verdrag tegen Verspreiding van Kernwapens, dat in 2015 wordt getoetst, te versterken door een eigen rol te blijven spelen voor een zone zonder massavernietigingswapens in het Midden-Oosten. De P van de A vindt dat mensenrechten voorop moeten staan. Landen in de Europese Unie zouden moeten afzien van het steunen of tolereren van autoritaire regimes onder het mom van de stabiliteit in de betreffende regio. Europese landen, dus ook Nederland, mogen aan dergelijke regimes en aan corrupte regeringen geen defensiematerieel verkopen. Nabuurschap en uitbreiding. De uitbreiding van de Europese Unie is van belang voor de welvaart, stabiliteit en vrede op ons continent, maar kent haar grenzen. Goede relaties met buurlanden zijn minstens zo belangrijk voor de veiligheid, energiezekerheid en economische groei in de Europese Unie. Zeker nu de instabiliteit aan de randen van Europa toeneemt en de Verenigde Staten haar aandacht lijken te verleggen naar Azië, moet de EU meer dan ooit. Nu haar verantwoordelijkheid nemen en zich inzetten voor democratische, vreedzame en economisch sterke samenlevingen in de regio's die grenzen aan de EU. Afspraken over toekomstige toetredingsperspectieven voor de landen op de westelijke Balkan, Turkije en IJsland worden nagekomen. Verplichtingen met andere landen worden voorlopig niet aangegaan. De les van het verleden is dat er strenger moet worden toegezien op naleving van de toetredingscriteria. Een goed functionerende rechtsstaat is een harde voorwaarde. De grootste brandhaard in de wereld is gesitueerd aan de rand van Europa, Syrië. Ondanks de verdeeldheid is alles erop gericht de democratische oppositie te verenigen, humanitaire hulp voor vluchtelingen te garanderen en een diplomatieke oplossing naderbij te brengen. Ook het conflict tussen Israël en Palestina, waar een twee staten oplossing het streven blijft, vraagt speciale aandacht. De EU zal alle mogelijke middelen, variërend van diplomatie en hulp tot politieke druk, gebruiken om het hervatte vredesproces te ondersteunen. Een algemeen erkend obstakel bij het vredesproces vormt de almaar doorgaande uitbreiding van de illegale nederzettingen op de Westoever. Indien Israël geen gehoor blijft geven aan de herhaalde internationale oproep de bouw van nieuwe woningen en nederzettingen te stoppen, dan moet het associatieverdrag van Europa met Israël heroverwogen worden, dan wel worden ingetrokken. De EU steunt hervormingsgezinde bewegingen en onder voorwaarde ook regeringen in de Arabische regio om democratische instellingen op te bouwen en de roep om democratie. Rechtsstaat en een menswaardig bestaan waar te kunnen maken. Verdieping van de handels- en politieke relatie met de landen in Oost-Europa en de Caucasus blijft een ambitie. Ook hier blijft de EU zich inzetten voor democratisering, stabiele rechtsstaten, de bescherming van minderheden en het opkomen voor mensenrechten. De EU ondersteunt actief groepen en individuen die zich hiervoor inzetten en spreekt regeringen die zich hier niet aan houden op aan. Gezien de Russische machtspolitiek in de regio zal de EU hier de komende tijd steviger en strategischer moeten opereren. Door samen op te trekken versterken we onze positie, ook in de onderhandelingen over de energietoevoer. Een citaat van Walter Pfeil: Verdieping handels- en politieke relatie met de landen van het Gos als speerpunt in buitenlands beleid EU. Canvas bezinning op verdere uitbreiding.